Je behoort tot de beste in de wereld in jouw sport. Diep respect voor deze super sportman. Nou ja, beste Sam, hoe geef je nou uiting aan de waardering voor zo'n unieke en geweldige prestatie die ook onze gemeente natuurlijk op een mooie manier op de kaart zet? Dat doen we door met de harmonie door het dorp te trekken, door de molen in de vreugdestand te hebben, door de junioren van tennisclub De Meulenslag naast jou op te lopen vanuit de Grottostraat deze kant op, maar dat doen we nog door iets anders. Want dat doen we ook door jou de hoogste eer toe te kennen die de gemeente Nederweert kent. Want op grond van de verordening tot de instelling van een erepenning van de gemeente Nederweert, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 september 1972, kan die erepenning bij eenstemmig besluit van het college, betekent dat we het er allemaal mee eens moeten zijn, in zeer bijzondere gevallen, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, wordt het toegekend aan diegene die zich jegens de gemeente in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt en of diegene die geboren te Nederweert of al daar woonachtig op enig gebied grote en algemeen erkende verdiensten heeft verworven. Die mogelijkheid biedt onze verordening sinds 1972. Hij wordt niet zo gek vaak uitgereikt, maar het is mij een grote eer en een enorm genoegen om u te kunnen mededelen dat het college van burgemeester en wethouders hier aanwezig, dat zei ik al, op 8 oktober heeft besloten jou die erepenning toe te kennen. Proficiat. Dankjewel. Ja, echt fantastisch. Ja, überhaupt een fantastische dag vandaag met iedereen die hier aanwezig is. En allemaal, ja, toch dat ik ook ereburger ben geworden. Dat is echt heel mooi. Echt ja, want je bent net thuis opgehaald. Toen door de straten van Ospel, langs de kerk, langs de molen. Ja. Hoe was dat? Ja, heel bijzonder. Ja, ik heb natuurlijk al heel veel meegemaakt in mijn leven, maar ook dit is weer de eerste keer om mee te maken. Dus echt bijzonder om te zien dat iedereen langs de straat staat. En de klokken die natuurlijk minutenlang aan het luiden zijn, is echt, echt iets wat natuurlijk niet zomaar gebeurt. Nee. Vorig jaar hebben we Sam het gemeentecompliment gegeven. Je weet dat wij één keer per jaar in 3 categorieën, maatschappelijk, ondernemend en sportief, een gemeentecompliment uit kunnen reiken. Sam woont hier pas een paar jaar. Hij woont er iets korter dan ik, volgens mij. Dus minder dan 5 jaar. Voor die tijd kenden we zijn verhaal natuurlijk helemaal niet. Maar toen hij een keer hier woonde wel, en zijn we ook wel kennis gaan maken en het verhaal op gaan tekenen. Dat betekent al dat we afgelopen jaar dat gemeentecompliment uitreikten. Maar nu die Paralympische medailles daarbij kwamen. En als je dan inderdaad de hele optelsom, zoals ik hem net ook in de toespraak naar voren liet komen. Ja, als je dan geen ereburger wordt, dan weet ik niet meer wanneer je het wel wordt. En het is echt een erepenning, dus ereburgerschap, wat we echt niet licht uitdelen. Dus er komt een voorzetje, mensen vallen heel erg op. We hebben het erover en zoals gezegd, collectief moeten we het als college een goed idee vinden. En dat was zo. Het is eigenlijk nog een onderbelicht onderwerp, gehandicapte sport. Zeker ook in de media, als je het gezien hebt met de Olympische Spelen, hoe dat het wordt uitgezonden. Er wordt heel veel tijd besteed aan de valide sport, maar aan de invalide sport. Een half uurtje journaal en dat is het. Het is al meer dan 4 jaar geleden, maar het is natuurlijk het moet natuurlijk nog veel meer belicht worden, vinden wij en vindt iedereen. Ja, het blijft gewoon genieten natuurlijk, een aantal huldigingen en ja, gewoon van alles blijven genieten. Wel te gaan trainen nu, maar ja, dit is iets wat niemand me ooit meer af zal nemen.